Hallo allemaal. Hebben jullie allemaal een goede plek kunnen vinden? Ik zag mensen net alweer gelijk naar voren stormen op de eerste plaatsen zitten. Nou, dat is gelukt. Welkom hier bij de Kinderuniversiteit. Mijn naam is Susanne van Maurik en ik mag jullie namens heel het team van de Kinderuniversiteit welkom heten hier op Tilburg University. Hebben jullie er zin in? Goed zo. En wie was er ook tijdens het vorige kindercollege? Heel veel. Nou, leuk. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag krijgen jullie college van professor Jan Renkema. En dan gaat jullie vertellen over het wonder van de taal. En weten jullie eigenlijk al wat een college is? Wat is een college? Precies. Ja, het is een les op de universiteit. Zoals jullie misschien op school het een les noemen, noemen wij het hier op de universiteit een college. En net als tijdens een les is het de bedoeling dat je wat leert op school natuurlijk. En tijdens het college ook. En ik weet zeker dat jullie ontzettend veel leren van de professor vandaag. Het college vandaag wordt opgenomen. Dus mocht je het nog een keer terug willen zien later, of zijn er vriendjes of vriendinnetjes die het vandaag niet kunnen zien, maar nog een keer terug willen kijken, dan kan dat. En mocht je nou vragen hebben tijdens het college, bewaar je vraag dan tot het einde. En op het einde zal de professor proberen al jullie vragen te beantwoorden. Voordat we gaan beginnen aan het college, gaan we een kennisquiz spelen. Dus pak al je kaartjes erbij. Laat ze eens zien. Steek eens alleen groen omhoog nu. Heel goed. Alleen rood. Groen. Rood. Oké, het werkt volgens mij. Heel goed. Nou, zoals ik al vertelde, gaat het vandaag over taal. En daarom zijn de vragen ook gebaseerd op taal. Vraag 1 gaat over de Nederlandse taal. Want vandaag is het college ook in het Nederlands. En daarom ga ik er een beetje van uit dat jullie allemaal Nederlands kunnen. Want Nederlands is de officiële taal hier in Nederland. Maar er zijn meer landen waar Nederland de officiële taal is. Dus vraag nummer 1. In hoeveel landen is Nederlands de officiële taal? Is dat groen 2 landen of rood 6 landen? Ik zie dat het een beetje verdeeld. Ik zie dat groen in ieder geval meer omhoog wordt gestoken. Het antwoord is 6 landen. Heel goed. Dat zijn namelijk de landen Nederland. Het is in Vlaanderen, dat is een gedeelte van België. Op Sint Maarten, op Aruba, op Curaçao en in Suriname. Heel goed. Oké, de volgende vraag gaat over een ander soort taal. Namelijk gebarentaal. Het woord zegt het al, gebarentaal is ook een soort taal. En gebarentaal blijft zich telkens ontwikkelen. Want één gebaar kan bijvoorbeeld een heel woord betekenen, maar één gebaar kan ook een zin betekenen. En als mensen een nieuw gebaar willen voor een bepaald woord, dan kunnen ze die maken en dan past het in een gebarentaal. De volgende vraag over gebarentaal is: bestaan er meerdere gebarentalen, denken jullie? Groen is nee, rood is ja. Oké. Ik zie heel veel rood. Even kijken wat het goede antwoord is. Ja, het goede antwoord is rood. Ja, in verschillende landen bestaan er ook verschillende gebarentalen. En ze zijn wel bezig om één en dezelfde gebarentaal te maken, want dat is natuurlijk makkelijker om te communiceren met elkaar. Maar tot nu toe is dat er nog niet. Maar ze zijn er dus wel mee bezig. En nu ga ik jullie kennis in gebarentaal testen. Wat betekent dit gebaar? Welke letter betekent dit gebaar? Is het groen de letter B of rood de letter W? Jullie mogen nog even nadenken. Ja? Hebben jullie het juiste antwoord, denk je? Goed zo. Het antwoord is B. Ja, het was natuurlijk wel een strikvraag, want dit lijkt natuurlijk meer op een W dan op een B. Maar het is toch een B. We gaan weer door naar de
nog vragen over de Nederlandse taal. Het is meer een raadsel. En dadelijk ga ik het raadsel aan jullie voorleggen. En dan hebben jullie 5 seconden om het juiste papiertje naar de lucht te steken. Oké? Het raadsel is, uit hoeveel letters bestaat het woord 24 letterwoord? Is dat groen 23 of rood 24? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, het is verdeeld. Oké. Ja, ik zal het antwoord maar verklappen. 24 natuurlijk. Dat was een strikvraag. Heel goed. En ja, we zijn alweer eigenlijk aangekomen bij de laatste vraag. En het gaat over een ander soort taal weer. Het gaat over smileys. Want smileys is eigenlijk ook een soort taal. Een hele bijzondere taal. Met smileys kunnen we eigenlijk dingen zeggen zonder woorden te gebruiken. En ik gebruik tijdens mijn appjes en zo best wel veel smileys. Doen jullie dat ook? Ja? Oké, gelukkig. Ik dacht namelijk al dat ik een beetje ouderwets was, maar dat is niet zo dus. Nee? Gelukkig. De laatste vraag. Wat is de meest gebruikte smiley ter wereld? Is dat groen, het lachende smiley met de hel oogjes? Of het hartje? Oké, ik zie meer groen bij iedereen. Het antwoord is... groen, inderdaad. Heel goed gedaan allemaal. Ik hoop dat jullie hier ook al wat kennis uitgehaald hebben voordat het college begint. Bedankt voor je enthousiasme. En ja, nu geef ik het woord over aan professor Jan Renkema. Geef hem een groot applaus. Dankjewel. Dag jongens en meisjes. Vandaag een echt college over taal. Maar voordat ik begin zal ik eerst iets over mezelf vertellen. Omdat jullie misschien denken, ja, wie is die professor Renkema? Nou, hier middenin zien jullie een foto van mij. En als jullie je afvragen, ja, maar waarom wordt zo iemand nou professor in de taal? Toen ik zo oud was als jullie, ongeveer 12, toen dacht ik plotseling, hé, waar komen de woorden eigenlijk vandaan? Waarom heet iets een tafel of iets anders een stoel? En ja... misschien kwam het omdat al mijn broers goed waren in sport, of ik niet zo handig was in andere dingen, maar ik bleef met taal bezig. Dus ik heb mijn hele leven lang tussen de boeken gezeten. En jullie zouden dat ook eens moeten doen, bijvoorbeeld als je in de bus zit, dat had ik vorige week nog, dan staat er bij de chauffeur staat achteruit stappen. Dat zien we wel eens staan, hè? Dat je niet dat je niet langs hem mag. Maar bij achteruit stappen, ja, kun je ook denken, achteruit stappen. In plaats van achteruitstappen. Nou, als je één keer zo kijkt naar taal, dan is taal een groot wonder. En zo kun je altijd naar taal kijken. Ook als je vanavond aan tafel zit en met je broer of je zus of met je ouders praat. Nou, ik doe natuurlijk niet alleen iets aan taal. Ik heb ook een hobby, ik doe veel aan muziek. En eens in de week, als het warm is en droog, dan heb ik een draaiorgeltje. En dan sta ik in Bergijk, waar ik woon, op de markt. En het is heel leuk, want er komt dan een moeder langs, die heeft haast met boodschappen en een jengelend kind. En dan blijf ik draaien en dan begint het kindje een beetje te huppelen. En die moeder denkt dan, ach ja, het zonnetje schijnt, we blijven even staan kijken. Nou, dat vind ik ook een hele leuke hobby. En wat ik ook heel fijn vind, op de rechterfoto zie je 4 van onze 5 kleinkinderen. De 5e kon toen nog niet zwemmen, maar die 4 die nemen daar een prachtige duik in het fjord. Want ik heb ook 2 kleinkinderen in Noorwegen wonen. Nou, dat is meer dan genoeg over mij. We gaan verder. We gaan geen taalles geven. Maar toch ga ik jullie een vraag stellen. Jullie hebben allemaal in groep 8, zijn jullie met een werkwoordspelling bezig, denk ik. Als het goed is, hè, met deze en deze. Nou, dat is niet het leukste wat er is. Maar het is wel heel erg belangrijk, want zouden jullie eens kunnen een kaart kunnen opsteken? Dadig bekend, jullie weten wat dat is, maar dadig bekend met een D, dat is wat anders. En let op, dit is een strikvraag. Bij welke van de 2 teksten is de dadig gevonden? Is dat groen? Groen of is dat rood? Rood. Nou, ik zie iets meer rood. Maar beide kaartjes hebben eigenlijk gelijk. Want die dadig bekend met een D...
betekent dat hij bekend is, bijvoorbeeld dat het meneer E. is uit een of ander dorp. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij al gevonden is. En hij zou natuurlijk zeker gevonden zijn als het was bij dader bekend met een T. Want dan heeft hij een verhoor ondergaan en zegt hij, ja hoor, ik heb die computer gestolen. Nou, zo belangrijk zijn dus D's en T's. Maar daar ga ik het nu niet meer over hebben, dat is taalles voor school. Ik wil het nog wel even hebben over het kleinste spatje inkt wat er is in taal. En ik vond het ook leuk om dat te doen, want dan kan ik de mooie namen van mijn kleinkinderen ook even laten zien. En jullie nu een hele moeilijke vraag. Ik lees de zinnen voor en dan moeten jullie eens kijken of er verschil is. Daarna hoorden we weer gelach van Ingwil en Jorik. En de tweede, met die komma, daarna hoorden we weer gelach van Ingwil en Jorik. En wanneer is er nu meer gelachen? Bij die eerste zin of bij die tweede zin? Wie zou zeggen bij de eerste zin? Steek de vinger maar eens op. En bij de tweede zin? Ja, dat zijn er veel meer, dat klopt. Want dat betekent, daarna hoorden we weer gelach en nu van Ingwil en Jorik. Dus het zijn andere mensen die aan het lachen zijn. Dus het kleine spatje inkt is heel belangrijk in taal. Hebben jullie al geleerd om komma's te zetten? Ja, af en toe denk je, ik zet er maar eens één, omdat het zo hoort. Nee, zo hoort het niet. Je moet goed kijken naar de betekenis. Ik doe er nog één. Dat is ook een hele moeilijke. Dat is de... Wat is het verschil in betekenis? Dit zijn de andere drie kleinkinderen. Sune is één keer komen logeren, toen Diede en Marijn vakantie hadden. Sune is één keer komen logeren toen Diede en Marijn vakantie hadden. Wanneer is ze meer komen logeren? Bij de eerste of de tweede? Of zien jullie geen verschil? Ja, zien jullie verschil heel goed? Wie ziet het verschil? Heel goed, dat zijn toch wel de meesten. Kijk, in die tweede zin is het zo. Sune is één keer komen logeren toen Diede en Marijn vakantie hadden. Maar misschien daarbuitenom ook nog wel een keer. En dat zit hem in die komma. Dus als je nog eens een komma zet, zet hem niet zomaar. Hè. Doe als inkt heel duur is en denk heel goed na over een komma. Nou, nu gaan we van de taallessen af. En nu gaan wij naar de 7 taalwonderen die ik vandaag graag met jullie wil bespreken. Eerst hoe jullie er ooit in geslaagd zijn om een taal te leren. Dat is de grootste prestatie van ieder mensje, zal ik maar zeggen. Veel groter nog dan leren lopen. Dat hoop ik nog wel eens duidelijk te maken. Hoeveel talen er in de wereld zijn waarom dat zo is. En wat taal nou eigenlijk is. Hoe we taal gebruiken. En dat je met woorden in de war kunt komen. En hoe wij elkaar begrijpen. Dat jullie uit deze stroom van wat ik zeg zomaar woordjes kunnen halen. En dat kunnen opschrijven. Terwijl ik alleen maar met mijn mond zit te brabbelen. Of met mijn handen zit te bewegen. En dan natuurlijk, omdat jullie jong zijn, jongerentaal. En waarom je dat eigenlijk hebt, jongerentaal. Nou, ik ga eerst naar kindertaal. Je hoeft deze 7 punten niet te onthouden, ik leid jullie er wel door. Hoe leert een kind een taal? Wat doet een kind? Die hoort bijvoorbeeld dat ietsie pietsie klein betekent. En dan ziet hij een klein visje en dan zegt zo'n meisje van 3, 4, oh, een ietsie pietsie vis. En dan denken wij natuurlijk, omdat we ouder zijn, omdat we al ouder dan 10 zijn, ja, dat zeg je niet. Maar waarom zou je dat niet kunnen zeggen? Een ietsje pietsje vis. Kinderen zijn eigenlijk heel creatief in taal. En deze, misschien hebben jullie die wel eens gezien. Dat kreeg ik vroeger van een van mijn kinderen te horen toen ik zei, ja, ik heb een moedervlek. Toen zei een van mijn dochters, nee, dat is geen moedervlek, papa. Dat is een vadervlek. Dat is natuurlijk heel logisch. Van die dacht, ja, moeders hebben moedervlekken, vaders hebben vadervlekken, opa's zullen dan wel opavlekken hebben. Ja, zo noemen we dat niet. Dat moet een kind allemaal leren, maar een kind denkt eigenlijk heel logisch. Want als je een kaars kunt aansteken, ja, dan kun je natuurlijk ook uitsteken. Waarom kan dat niet? Dat is toch helemaal goed. En dat moet een kind allemaal leren. Hoe kan het dat een kind dat leert? Je weet eigenlijk niet hoeveel je al weet. Of neem deze. Dat werd mij ook een keer gevraagd toen ik het bed ging opmaken. Ga jij het bed oplaken? Ik dacht eerst dat ik verstond, ga jij het bed opmaken? Ik zei, maar waarom zeg je dan oplaken? Nou, je doet er toch een laken overheen? Nou, helemaal logisch. Dus kinderen zijn eigenlijk heel goed in taal. Die denken vaak heel logisch na en denken, oké, met een laken erop, dat is oplaken. Nou,
ik neem er nog een en die is wat lastiger. Kun je zeggen, ik ruik hem stinken? Nou, jullie denken van nee. Wie vindt dat je dat kunt zeggen? Ik ruik hem stinken, niet zo gek. Want je zou waarschijnlijk zeggen, ik ruik dat het stinkt. Of je zegt gewoon, bah, wat vies. Hè? Maar als je wilt zeggen, ik ruik. Toch kun je wel zeggen, ik hoor haar komen. Of ik zie die jongen zitten. Met horen en zien gaat het wel, maar met ruiken niet. Je kunt het ook niet bij proeven doen. Ik proef het bitter zijn. Nee, dan zeg je, ik proef dat het bitter is. Nou, een kind moet dat allemaal leren. Jullie hebben het allemaal geleerd ongeveer voor je zesde. Je begint op eenjarige leeftijd en binnen 3-4 jaar weet je dat allemaal. Je bent er niet moe van geworden, je hebt er niet je best voor gedaan. Af en toe ben je verbeterd misschien door papa of mama of schoot iemand in de lach bij ga jij het bed oplaken. Maar als je nog eens een fout maakt in taal, dan moet je altijd denken aan je kindertijd en denken, nou, als ik toen niet zo gek was, ben ik nu ook niet zo gek. Want ik heb een enorme prestatie verricht door een taal te leren. Dat was het eerste wonder. Nou, de talen in de wereld. Er zijn er wel 6.000. Sommigen zeggen, er zijn er wel 9.000. Hoe kan dat eigenlijk? Als we allemaal uit één mens zijn geboren, hoe kan het dan dat die talen zo zijn gaan verschillen? Dat is zo'n groot raadsel. Het zou toch veel makkelijker zijn dat we allemaal Engels zouden praten, of Chinees, nou voor ons natuurlijk niet Chinees, hè? Dat is wat te moeilijk misschien voor ons. Of nee, allemaal Nederlands, dat zou veel makkelijker zijn in de hele wereld. Nee, waarom is dat zo? Ja, dat weten we eigenlijk niet goed. Er zijn een paar verklaringen, daar kom ik zo meteen op. En nou heb je ook nog dialecten, want anderen zeggen ja 9000, dat klopt niet, want het zijn ook dialecten. Hier in Brabant bijvoorbeeld is, daar schoot ik eerst om in de lach, dat iemand zei, ja, ik heb mijn boek niet bij. Toen zei ik, nee, je moet zeggen, ik heb mijn boek niet bij me. Wie zegt er, ik heb mijn boek niet bij? Ja, zie, het zijn de meesten. Nou, dat is een vorm van Brabants. En ik schoot helemaal in de lach toen iemand mij belde. En zei, ik kom met de auto, ik kom nu aanrijden. Ik dacht, ik hoop niet dat je een botsing maakt met aanrijden. Maar dat kun je in Brabant gewoon zeggen, ik kom nu aanrijden. Ja? Maar als je dat in Friesland zegt, schiet iedereen in de lach. Nou, kun je dan zeggen, ja, je moet niet lachen om een andermans taal natuurlijk, maar ze vonden dat grappig. Maar dan zou je dus Brabants ook een taal kunnen noemen. Zouden jullie eens kunnen nadenken wat de 5 meest gesproken talen in de wereld zijn? Eerst maar even nadenken. Het kan geen beurt, er heeft straks komen de vragen wel. Hoort er Nederlands daarbij? Nee, Nederlands hoort er niet bij. Hè? Engels wel? Ja. Nou, ja, die ook. Ja, luister maar eens. Chinees, Engels, Spaans ook. Dat zou bijna niemand verwachten, maar Spaans is een hele belangrijke taal. En het Hindi en het Arabisch. En zijn we nou een kleine taal of een grote taal? Dit zijn de talen 1 tot 5. Op de hoeveelste plaats staat Nederlands, denken jullie, in de wereld? 96 hoorde ik, je mag omhoog gaan. 100, nee, dan zeg ik dat je naar beneden moet gaan. Naar beneden moet gaan. De 40ste plaats. Hadden jullie niet verwacht, hè? Jullie mogen best wat trots zijn op het Nederlands. Wij zijn maar een klein landje, een spatje op de wereldbol. Maar onze taal staat toch nog op de 40ste plaats. Dat is typisch Nederlands om te denken, ja, wij zijn niet zoveel waard. Nee, maar we zijn wel de 40ste taal. Ja. En hoe dat komt, dat heeft natuurlijk te maken met onze geschiedenis. Hè, dat we niet alleen in Suriname en op andere plaatsen ook spreekt. Maar het is wel heel belangrijk, in het buitenland, in 40 landen ter wereld, wordt ook Nederlands gegeven. Ik ga bijvoorbeeld volgende week naar Rusland, naar Moskou. En er is aan de universiteit, zoals hier, zijn wel 100 studenten die Nederlands leren. Nou, dat weet bijna niemand, maar Nederlands is heel populair als taal in het buitenland. Nu het volgende. Ik laat eerst iets horen. Dat is het geluid van een haan. Nou zou je denken, in alle talen klinkt dat gelijk. Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten hanen in de wereld, hè? Maar laten we zeggen dat het allemaal kukeleku is. Ik laat het eerst horen en dan moet je eens opletten hoe mensen in verschillende talen dat zeggen.
Daar zul je versteld staan over de verschillen. Hebben we dus alleen nog maar over een klanknabootsing. Niet dat wij tafel zeggen en de Engelsen table en noem maar op. Nee, alleen maar over de klank kukkeleku. Nou, hoe interpreteer je dat? De Engelsen zeggen kokkeldoedeldoe. Nou, ik hoorde dat er niet in. Ik laat het nog één keer horen. Weet je wat de Duitsers zeggen? Kikkeriki. Ik hoor het niet. De Fransen zeggen kokkoriko. En het Latijn is kokkokokko. Hoorden we dat? Kokkokokko. Doe nog eens. Wij horen dat er niet in. Nou, in het Russisch, in Moskou zeggen ze kokkareko. In het Chinees is nog erger. Kokkokokko. Ja, denk maar de volgende. En in het Indonesisch kokoroyuk. Hoorden we dat? Kokoroyuk. Wij horen in het Japans is het kokkokokko. En in het Fins kokkokiku. Hoorden we dat? Nog een keer. Nee, hoor je. Nou, we hebben die haan genoeg gehoord nu, hè? Maar het Turks zegt dus kokkoriku. En hoe dat kan, ja, iedereen, de mensen die zijn ook wat verschillend geworden over de hele wereld. En in het spraakorgaan zijn allemaal spiertjes. En sommige spiertjes gebruiken wij wel heel veel en andere niet. En dan krijg je ook andere klanken. En dan is het voor één geluid wat we hebben, hebben we in alle talen net een andere weergave. Nou, als het bij de haan al zoveel verschilt, dan gaat het bij woorden als tafel en stoel, gaat het nog veel meer verschillen. Tot zover de talen van de wereld. Wat is taal eigenlijk? En nu kom ik op wat moeilijks. Wij weten wat bijvoorbeeld een tafel betekent. Hè? Als dit een lange tafel is, is dat een plat vlak met een paar poten eronder. Ik kan natuurlijk ook wel zeggen, je kunt die tafel ook wel als stoel gebruiken als ik erop ga zitten. Heb ik in taal iets en zeg, gebruik die tafel maar als stoel. Dat is een beetje gek natuurlijk dat je een tafel een stoel kunt noemen. Dus er is heel wat aan de hand in taal. Taal, zegt men, heeft een betekenis, maar taal heeft ook een bedoeling. Dat ga ik nu uitleggen. Als jullie lang weg geweest zijn en je komt thuis en je moeder of je vader of je opa of oma zegt, zo ben je er weer. Dat is eigenlijk een hele stomme opmerking, want je bent er. En waarom zegt dan iemand, zo ben je er weer? Je zou wel heel brutaal zijn als je zou zeggen, ja, zie je dat niet? Nee, want zo ben je er weer betekent niet, zo ben je er weer. Maar, ja, dat betekent wel, maar het heeft de bedoeling, wat fijn dat ik je zie. Of als je te vroeg bent, nou, ga hem even buiten spelen, zo ben je er weer. Dus taal heeft ook altijd een bedoeling en dat is wat anders dan de betekenis. Dat zie je ook aan deze. Dit is een hele gemene, die heb ik echt meegemaakt. Ik gaf een keer les, het was op een brugklas was dat. En er zat een heel vervelend jongetje. Had ik een hekel aan gekregen aan het jongetje. En het jongetje zei, meneer, ik moet naar het toilet. Ik wist dat hij niet naar het toilet moest, dat hij zat te zeuren. Maar het was donker, het was het laatste uur. En de lampen waren al aan. En nou ja, ik kon niet anders zeggen, ja, ga maar naar het toilet, hè, want straks moet hij echt. En heb ik als docent heb ik een fout gemaakt. En toen liep de jongen naar de deur en er stond een bordje. Bij het verlaten van het lokaal het licht uitdoen. Dus dat jongetje keek mij aan, drukte op het knopje, ging naar het toiletje. Hé, hey, kom eens terug, belhamer, helemaal boos, ga jij maar naar de corrector. Toen zei hij, ja, maar meneer Rinkema, daar staat bij het verlaten van het lokaal het licht eruit doen. Nou, ik had geen poot meer om op te staan. Ja, dat had ik wel, want de betekenis is natuurlijk bij het verlaten van het lokaal. Maar de bedoeling is, als je als laatste het lokaal verlaat, moet je energie sparen en de lamp uitdoen. Nou, dat is het verschil tussen betekenis en bedoeling. Dat is heel erg belangrijk in taal. Nog eentje. Als je zegt, hoe laat is het? En iemand antwoordt dan met, mama komt zo thuis. Dan zeg je toch vaak niet, ja, ik vroeg niet, wanneer komt mama zo thuis? Nee, want je begrijpt dan iets als, nou, mama komt normaal om 3 uur thuis. Dus het is, of om 2 uur, wat hier staat. Dus het is bijna 2 uur.
Maar degene die antwoordt met mama komt zo thuis, kan ook op de bedoeling van de vraag ingaan. Die kan denken, oh, degene die dat vraagt is wat ongerust of die verlangt naar mama. En dan is dat een geruststellend antwoord. Terwijl je alleen maar hebt gevraagd, hoe laat is het? Dus taal is helemaal niet logisch. Met taal kun je niet rekenen. Je hebt niet voor niets taal en rekenen. En hoe komt dat? Taal heeft wel een betekenis, maar taal heeft ook altijd een bedoeling. We gaan naar de volgende. Hoe gebruiken wij taal? We kennen allemaal waarschijnlijk het flauwe grapje. Dat doe je nog als je 4 jaar bent, geloof ik. Daarna doe je dat niet meer. Maar aan tafel zegt iemand, kun je mij het zout aangeven? En dan zegt zo'n meisje of jongetje, ja, dat kan ik. Maar ik doe het niet. Dat is taal letterlijk nemen. Ik denk niet dat jullie dat meer doen. Dat jullie het, als we, toch nog. Ah, dat moet je niet meer doen. Nou ja, dat is wel goed dat jullie het zeggen. Want wat doen volwassenen? Ik kan aan iemand vragen, kun jij zeggen hoe laat het is? En als iemand dat aan mij vraagt, dan denk ik, maar kun je zeggen hoe laat het is? Dan kan ik toch niet reageren met, ja, wat dacht je, dat ik niet heb leren klok kijken? Nee, natuurlijk heb ik leren klok kijken. Maar kun jij zeggen hoe laat het is, betekent zoiets als beleefd zijn, wil je alsjeblieft zeggen hoe laat het is? Waarom zeggen wij niet gewoon, hoe laat is het? Dat zou toch ook kunnen? Nee, dat geldt bij ons als onbeleefd. En daarom zetten wij er wat voor. Kun jij zeggen hoe laat het is? En dat heeft te maken met het gebruik van taal, dat je altijd probeert een beetje beleefd te zijn. En dat is heel wat anders dan dat je tegen de ene u zegt en de andere jij. Dat is iets van etiketten. Maar dit is iets van taalgebruik. Neem de volgende, dan ben ik benieuwd wat jullie doen. Gesteld, jullie oma is naar de kapper geweest. Oma komt thuis. Oma ziet eruit als een kakatoe. Helemaal verkeerd geknipt. Helemaal verkeerd. Hoe krijgt ze het in de hoofd, die kapper? En oma vraagt niets vermoedend aan jou, wat vind je van mijn nieuwe kapsel? Wat vind je? Ja, wat zeg je dan in taal? Je denkt, oma, dat had je niet moeten doen. Of je denkt, oma, ja, misschien was je niet eventjes niet helemaal bij, maar dit moet je echt niet doen. Maar als oma het aan jou vraagt, wat zeg je dan? Dan zeg je waarschijnlijk iets als, ja, wel apart. Of misschien een nieuwe kapper. Of het is mijn smaak niet zo. Ben je dan aan het liegen? Wie vindt dat je liegt? Die steekt dus de groene kaart op. Wie vindt dat je dan liegt? En wie vindt dat je dat wel mag zeggen? Laat die de rode kaart eens opsteken. Ja, de meesten vinden dat ze dat wel kunnen zeggen. Denken jullie ook dat oma dan begrijpt wat je bedoelt? Ja, want je liegt hier niet, want als je zegt, goh, wel apart, nou dan weet oma heel goed dat jij dat kapsel helemaal niks vindt. En waarom zeg je dat niet? Ik vind jouw kapsel helemaal niks. Nou, in taal doe je dat niet. Er schelden wel mensen op internet, dat gebeurt wel steeds meer. Maar in het normale taalgebruik, als je elkaar ziet, dan begin je niet met uitschelden. Dan begin je een beetje, ja, niet overdreven vriendelijk, maar met respect naar elkaar te praten. Zo gebruik je vaak taal. Worden jullie er al moe van of kunnen we naar de emoticons? Dat kan wel waarschijnlijk, hè? Ja. Nou, hebben we bij de quiz ook gehad. Maar kun je eens bij jezelf nagaan als jullie aan het appen zijn? Als je zo'n emoticon, of zeggen jullie emoji, jullie zeggen emoticon of smiley waarschijnlijk. Dat vind ik, wat is nou het verschil als je het gezichtje doet of als je het intikt? Ja, intikken gaat veel langzamer, dat klopt natuurlijk. Maar is er ook verschil tussen de letters en het beeld? Voelen we dat aan? Wie voelt het verschil aan? Ja, niet iedereen denk ik, hè? Nou, ik denk dat als je het uitschrijft, dat het veel serieuzer is of veel ernstiger. Kijk maar eens naar de volgende bijvoorbeeld. Ik vind dit niet leuk. Als je dat echt uittypt, nou, dan vind je het echt helemaal niet leuk. En je kunt heel makkelijk zo'n gezichtje intypen en dan is het ook niet leuk, maar dan is het veiliger voor jou.
Dus waarom gebruiken wij nu veel meer emoticons, zeggen onderzoekers? Dat is veiliger. Want met zo'n beeldje, ik word er verdrietig van. Ja, als je dat helemaal gaat uitschrijven. Nou, je bent veel veiliger als je dat beeldje gebruikt. Is dat makkelijker voor de ander? Nou, het is makkelijk voor degene die het verstuurt. Maar degene die die beeldjes krijgt, die moet bijvoorbeeld bij die derde denken. Ja, is ze erg verdrietig. Moet ik mijn excuus aanbieden? Weet ik veel, moet ik wat doen? Dus het is mooi voor de spreker en de spreekster. Maar helemaal niet prettig vaak voor de luisteraar. Dus in jullie generatie van 12-jarigen wordt de communicatie, is je aan de ene kant veel makkelijker met de beelden, die emoticons, maar aan de andere kant best veel moeilijker geworden dan in mijn generatie. We gaan door. Hoe gebruiken wij taal? En dit is een interessant verschijnsel wat jullie wel kennen, maar wat jullie waarschijnlijk nooit gerealiseerd hebben. Gesteld, je komt uit school. Iemand die spreekt je aan op het schoolplein en zegt, goh, kom je bij mij spelen? Als je geen zin hebt, dan zeg je niet nee. Ja, dat kun je wel zeggen, maar dan kom je heel bot over. Als je nee moet verkopen aan iemand, ja, bijvoorbeeld neem die derde, kom je naar schooltijd bij me, ja, nou, liever een andere keer. Dat betekent, of nee, daarmee bedoel je nee. En toch zeg je het niet. Maar als je ja zegt, als je het wel wilt, kom je naar schooltijd bij me. Dan zeg je, oké, dat is goed, fijn. Dan heb je vaak minder woorden nodig. Je moet maar eens opletten. Als jullie ouders iets tegen jullie willen zeggen wat negatief is, nee, dan gebruiken ze meer woorden dan als ze je een complimentje geven. Complimentjes zijn altijd korter. Maar als ze echt iets tegen je hebben, nou, dan krijg je eerst 3 zinnen in aanloop en 2 in de afloop. En daaruit haal je dan dat het negatief is. Ga dat vanavond maar eens na. Doe maar eens wat je ouders niet goed vinden. Oh nee, dat is geen goed advies trouwens. Hè? Maar en kijk maar eens hoe ze reageren daarop. Ja? Dus als je nee moet verkopen, heb je altijd meer woorden nodig. We gaan naar de volgende. Dit is een wat lastige. Het zou makkelijk kunnen zijn, nee, ik begin verkeerd. Het zou heel makkelijk kunnen zijn als we voor alles 1 woord hadden. Niet alleen dat we 1 taal in de wereld hadden, hebben we niet. Maar dat we voor alles 1 woord, toch is dat niet zo. Ik weet niet wat jullie zeggen tegen jullie vader. Pa, papa, paps, papi, vader, pap. Je zou trouwens voor de aardigheid, hè, vanavond, als je normaal pap zegt, zou je voor de aardigheid eens gewoon pa moeten gaan zeggen. Moet je kijken wat er gebeurt. Hè? Wat zeg je nou weer? En zou ik het kunnen hebben over mijn papi? Nee, hè? Papi heeft toch een soort leeftijdsgrens. Kan ik het hebben over mijn paps? Kunnen jullie dat zeggen, mijn paps? Ja, jullie wel toch, hè? Ja, ja. Nou, al die woorden, waarom bestaan ze in taal? Omdat ze allemaal een verschillende gevoelswaarde hebben. Ik neem nog deze slaak overgelet op de tijd. Ik neem deze. Hoe noemen jullie de persoon die voor de klas staat? Hoe noem je zo iemand? Denk eerst even na. Wat zeg je tegen zo iemand? Hebben we het? Nou, dit zijn de woorden daarvoor. Juf, onderwijzeres, docenten, mevrouw, lerares. Waarom hebben wij al die woorden? Nou, die woorden hebben wij omdat ze allemaal wel dezelfde persoon betekenen, maar ze hebben allemaal een andere stijl. Bij juf of bij een docenten. Heb je een docenten op een basisschool? Middelbare school, hè? Heb je een lerares op een basisschool? Ja, misschien. En de juf, is die dan meer voor de jongere klasse? En de onderwijzeres, of is dat te oud? Gebruiken jullie dat nog? Waarschijnlijk niet, hè? Maar toch heeft de taal al deze woorden nodig om de betekenisverschillen in kaart te brengen van wat we meemaken. Die bodem, grond en vloer laat ik even zitten. Dat kunnen we altijd nog doen. Ik wil graag door naar deze. Eva Fakanifal geeft mij nieuwe balipatas. Jullie kennen hem waarschijnlijk. Is dit Nederlands? Zeker is dit Nederlands. Zeker is dit Nederlands.
Ik zou jullie ook precies vertellen wat het betekende. Sinterklaas wist het niet, ik wist het niet. Hoeveel mensen van jullie weten wat die betekent? Ja, zeg eens eerlijk. Ook niet veel. Nou, dat stemt mij wel enigszins gerust. Want ik dacht, zo, wat word ik oud. Dit betekent zoiets als, wafaka. Hoe gaat het met je, Niffo, kerel? Niffo is iets van kerel. Geef mij nieuwe ballipatas. Een patta is een sandaal en een ballipatta is een voetbalschoen. Kijk, en daarom was Sinterklaas... Wafaka, Niffo, geef mij nieuwe ballipatas. Ja. En waar wordt dit gesproken? Dit wordt gesproken... De winkel van jong en oud. Ja, dat kwam van de reclame dan, hè. Maar waar wordt dit gesproken? Nou, bijvoorbeeld... Nee, dit is twee keer is wel genoeg, denk ik. Maar waar het om gaat is... Ik maak nu de overgang naar jongerentaal. Dat er waar jongeren bij elkaar komen of mensen uit andere landen... Turkse Nederlanders, Marokkaanse, Surinaamse Nederlanders... daar een taal wordt ontwikkeld. En waarom doen wij dat? We hebben dus niet één taal in de wereld. We hebben in het Nederlands allemaal verschillende woorden. En we hebben ook nog, wat je zou kunnen noemen, jongerentaal. Ik heb een paar woorden genomen. In 1950, als je het heel goed vond, zei je mieters. 10 jaar later werd het blitz. 1970, te gek. In 1980, wreed. Cool. In 1990, vet. En nu is het ongeveer echt chill. En wat zeggen jullie als je iets heel goed vindt? Chill? Zeggen jullie chill of niet? Ja, zoiets. Hè? Nou. Maar nu komt de vraag, hoe komt het? En daarmee sluiten we bijna af. Hoe komt het dat jongeren dit doen? Want jongeren hadden toch net zo goed kunnen zeggen... Oh, nou, mijn grootvader zei al mieters. Nou, vind ik wel een leuk woord. Ik zeg ook mieters. Nou, ik hoor jullie nooit mieters zeggen. Als jullie dat gaan zeggen, voel je je heel erg oud of heel erg vreemd. Nou, de verklaring is dat jullie als kinderen... en ik kom terug bij het begin... een kindertaal, dus taal hebben moeten leren... maar dat kinderen van 12 of 16 denken... ja, maar wij gaan niet zoals die ouderen doen. Wij hebben onze eigen bijdrage aan de wereld... en wij willen onze eigen woorden met een eigen betekenis hebben. En dat gaat er ook vanzelf weer af. Maar je gebruikt dus taal ook om te bewijzen... dat jij er bent om een bijdrage te leveren aan de wereld. Dat kun je in taal zien. Nou, we zijn ongeveer aan het einde gekomen. We hebben de 7 taalwonderen, hoe jullie een taal leren... Die talen in de wereld, waarom dat er zoveel zijn. Wat taal eigenlijk is, die betekenis en bedoeling. En hoe we het gebruiken. Dat woordjes verwarrend veel op elkaar lijken. En dat je zelfs Sinterklaas, of dat Sinterklaas het zelfs niet begrijpt. En jullie ook niet, hè, als het toch in Nederland gesproken wordt. En waarom je jongerentaal hebt. En dit waren nog maar 7 van de 70 taalwonderen. Dus ik zou zeggen... Kom nog een keer, of doe zoals ik, ga later een taal studeren en je hebt je hele leven lang het idee dat je niet hoeft te werken. Je hoeft alleen maar in de bus te kijken wat voor lettertjes er staan of op het taalgebruik van je vader en moeder te letten en je hebt de hele dag plezier. Ik vond dat jullie een fantastisch publiek waren. Dank je wel. Ik kan me voorstellen dat jullie heel veel vragen hebben nog naar aanleiding van dit mooie college. Nu is er de kans om de vragen te stellen, alle vragen die je wil, aan professor Jan Renkema. Als je een vraag hebt, steek je hand in de lucht. Dan komt een van ons met de microfoon naar je toe. Zeg eerst even je naam en dan mag je de vraag stellen. Hallo, ik ben Robbe van Beurden. En volgens mij stond papa verkeerd gespeld. Ah. Er stond P-A-P-P-A, toch, maar volgens mij moet het P-A-P-A. Papa. Ja, nee, dat kan beide. Je kunt papa zeggen schrijven met één P, maar je hebt goed opgelet, want er zijn 2 vormen die beide kunnen in het Nederlands. Maar dankjewel, je hebt goed gekeken. Ja, oké. Hoi, ik ben Jomeel en ik heb een vraag aan jou. Hoe kom je aan al die informatie eigenlijk? Ach, ja, dat was die eerste foto, die haal ik uit boeken bijvoorbeeld. Ik vind het heel fijn om te lezen
En ja, ik luister ook veel naar wat mensen zeggen. Of ik ben er ook al een heel leven lang mee bezig. Dus dan krijg je vanzelf veel informatie. Dus ja, als iemand geïnteresseerd is in een hobby, bijvoorbeeld fotografie, dan denk ik ook wel eens, hoe komt die man daarbij dat hij dat allemaal weet, of die vrouw dat hij het allemaal kan? Als je iets leuk vindt, dan ga je er vanzelf op letten. Ja? Ben ik? Ik ben Yveske, en waarom heeft niet de hele wereld dezelfde taal? Ja, als we dat wisten, dan zaten er heel veel mensen die taal willen studeren zonder werk. De verklaring is dat toen een mens uit Afrika over de hele wereld uitzwermde, dat door de weersomstandigheden of wat dan ook, de lichaamsbouw veranderde, dat je daardoor andere spieren oefent. Eskimo's hebben bijvoorbeeld ook andere spieren om vissen mee te vangen, of Arabieren hebben een andere lichaamsregulatie om de hitte buiten te houden. En het heeft ook invloed op de manier waarop je het zegt, zelfs bij die haan. En daarom geef je die klank anders weer. Maar verder is dat een van de grootste raadselen, waar ik nauwelijks een antwoord op weet. Ik ben Jeremiah en ik snap niet, de taal van jongeren meerdere namen dan straattaal of niet? Kun je nog één keer herhalen? Hebben de taal van jongeren meerdere namen in plaats van straattaal of niet? Nee, je hebt straattaal, je hebt jongerentaal. Dat zijn wel de namen, denk ik. Ja, bedoelde je dat? Hallo, ik ben Kaan. Maar hoe wist je dat Mieters eigenlijk vet cool of zo was? Ik weet niet meer. Ik verstond de vraag niet. Hoe wist je dat Mieters ook een woord was? Oh, dat kun je vinden in boeken. Er zijn overzichten van modewoorden door de jaren heen. Toen ik in 1950 was ik nog maar 2 jaar, dus dat kon ik natuurlijk niet weten. Maar er zijn boeken waarin dat staat. Hele goede vraag. Dat kun je dus allemaal op internet. Als je kijkt naar jongerenwoorden, dan krijg je hele lijstjes. Dat kunnen jullie ook intikken nu, dankzij internet. Ja? Hallo, mijn naam is Zakaria en ik heb de vraag, waarom bent u zo verwonderd in de taal? Waarom ik zo? Verwonderd bent. Ja, waarom ben je verwonderd? Ik denk dat de ene is verwonderd door muziek, de ander door sport of een ander door dat hij een moeilijk spel wil leren. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het wel fijn dat ik zo verwonderd ben. Want ik heb altijd wat te doen met taal, zal ik maar zeggen. Ik ben Jules en ik had een vraag. Weet u toevallig hoeveel woorden er in het Nederlands zijn? Ja, de schattingen lopen uiteen. Als je naar een groot woordenboek. We hebben het grootste woordenboek van de wereld. Dat bestaat uit 40 delen, dus 3 meter. Heb ik op mijn studeerkamer ook. Daar staan er, ik denk 1,6 miljoen. Maar in de Vandalen, zo'n groot woordenboek, staan er ongeveer 300.000-400.000. Maar je kunt elke dag nieuwe woorden maken. Dus er komen elke dag wel woorden bij. Maar we zeggen dan, als ze in een woordenboek komen, dan gebruiken voldoende mensen ze en dan zijn ze er. Maar je kunt nooit zeggen dat een woord niet bestaat. Want als ik hiervan bijvoorbeeld zeg schermverschuiver, als ik dit zo ga noemen, dat begrijpt iedereen, het woord heeft nog nooit iemand gebruikt. Nou, schermverschuiver, weer een nieuw woord. Jullie kunnen elke dag een nieuw woord erbij maken. Ja? Ik ben Sophie en hoeveel talen spreek jij? Engels natuurlijk, Duits. Ik wou dat je vroeg hoeveel talen kun je lezen, maar dat zijn er meer. Maar ik heb wat Italiaans en Spaans wel gesproken, Frans, maar dat kan ik nog niet meer. En oude talen, ja, Grieks, Latijn en Hebreeuws, dat kan ik nog wel lezen ook. Ja. Hallo, ik ben Pepijn en ik heb een vraag. Op de laatste plaats, welk land staat daar van de taal? De laatste plaats, dat weet ik niet. Maar je zou op internet zou je eens moeten kijken, ranglijst
talen, werelds. En ik denk dat als je dan helemaal naar beneden scrolt, ik zou het niet weten. Oké. Ja. Doei. Ik heet Kaspar en ik heb de vraag, wat zijn jouw lievelingstalen? Want mijne zijn Latijn en Spaans. Oh, mijn is Italiaans. Dat vind ik zo mooi klinken. Ik had een vriend vroeger en hadden we altijd ruzie. Hij vond Spaans het mooist en ik het Italiaans. Maar als ik nu naar de tv, als ik wat aan het sappen ben, dan zorg ik wel dat ik even op Rai Uno kom. Ja, dat zijn niet zulke goede programma's, maar het gaat nu om de taal. Dan denk ik, ah ja, die taal, dat vind ik zo mooi zangerig. Met lange medeklinkers erin. En ja, dat vind ik eigenlijk. Maar er zit bij mooiste taal nog iets. Mijn oudste dochter woont in Noorwegen. Oh ja, Noors, dat kan ik natuurlijk ook een beetje. Maar ik ben het Noors heel mooi gaan vinden, omdat ik het daar hoor en omdat onze oudste dochter daar woont. Dus het is ook iets waar je het fijn vindt, die taal vind je vaak ook heel mooi. En als ik Chinees hoor, denk ik, of het Amerikaans, dan denk ik, oh nee, vind ik echt niet mooi. Met Engels, dat vind ik fantastisch. Ja. Ik ben Mila-Louise van Alphen en ik heb de vraag, hoeveel talen spreekt de gemiddelde Nederlander? De gemiddelde Nederlander, als je alle 17 miljoen meeneemt, dan denk ik dat je op 1,67 zit. Want niet iedereen van de ouderen spreekt vloeiend Engels. Maar ik denk dat de meeste, jullie, zullen uiteindelijk tweetalig al zijn. Als je de middelbare school hebt gehad, ja, maar mensen boven de 60 spreken niet allemaal, als ze dit onderwijs niet gehad hebben, ook Engels. Dus ik denk 1,6 taal. Ik ben Noah Hergots en ik wil vragen, is er nog een ander land, in een ander land een taal waar ook kukulukuu wordt gebruikt? Waar ook? In een ander land taal, is dat ook... Is er ook in een ander land taal dat er kukulukuu wordt gebruikt? Nee, wij zijn de enigen die kukulukuu zeggen. Ja, en de Vlamingen ook wel, denk ik, ja. Ja, ja. Maar het is typisch Nederlands. Dat is een goede vraag, ja, ja. Dat zou mooi zijn, die zouden moeten opzoeken, die mensen. Ja. Onze kukulukuu-vrienden, ja. Ja. Hallo, ik ben Dominique. Ik heb een vraag. Zijn er ook kinderen die... uit andere landen hun ouders hebben, dat ze ook veel meer andere talen leren dan bijvoorbeeld, mijn ouders komen uit Polen, want dat is ook zo, en ik leer Pools, Engels en Nederlands en ook een beetje Spaans en Chinees. Goed zeg. Kunnen dan andere kinderen ook dat leren en dan verder doen? Ja, ja. Ik heb wel eens films gezien. Nou, 5 talen, dat hou je waarschijnlijk niet vol, is de redenering. 3 is te doen. 2 gaat vrij gemakkelijk. 2 kleinkinderen worden in Noorwegen, waar ik het over had, worden ook 2-talig opgevoed. 3 gaat dan nog. Maar op een gegeven moment gaat het toch... De 3e gaat eraf omdat je die niet zoveel gebruikt. Bijvoorbeeld alleen met grootouders. En dan gaat de 2e wordt ook vaak wat minder, omdat je die niet zoveel hoort. Maar meer dan 3, dan wil ik je over 10 jaar nog wel eens spreken, hoeveel je dan hebt. Hoi, ik ben Jente en ik heb een vraag. Waarom ben je eigenlijk op de universiteit gaan werken? Oh, ik ben op de universiteit gaan werken omdat ik daar onderzoek kon doen. En daar werd ik voor betaald. Dus iets wat ik leuk vond. En college geven vind ik ook leuk. En toen die mogelijkheid zich voordeed. Ik heb eerst ook wel op een middelbare school gewerkt. Ik ben ook nog wel leraar geweest. Maar dan kun je niet zoveel onderzoek doen. En ik wilde graag en lesgeven en onderzoek doen. Hallo, mijn naam is Linna. Hoe zou u het vinden als iedereen dezelfde taal sprak? Als iedereen dezelfde... Dan moet ik... Dat zou ik toch wel jammer vinden. Want het is wel handiger, maar ik vind de verschillen juist zo leuk. En ook denk ik, als wij allemaal dezelfde taal zouden spreken, dat we vaak ook nog wat andere dingen zouden bedoelen, als we het zouden zeggen. En ik denk dat dat het meest interessante is aan taal, dat het lijkt alsof je elkaar begrijpt, maar dat je toch vaak iets anders
bedoeld. Dus ik zou het... Nee, ik zou het geloof ik zelf niet zo leuk vinden. Nee. Hoi, ik ben David. En bent u zelf ook boekenschrijver? Wil je de vader één keer herhalen? Bent u zelf ook boekenschrijver? Ja, ik heb zelf ook boeken geschreven over taal. Ja, vind ik ook heel leuk om achter een bureau te zitten en dan te vertellen hoe taal in elkaar zit. En ook op internet, als je daar mijn naam eens intikt, dan vind je vanzelf stukjes van mij over bijvoorbeeld verwarwoorden of zo. Moet je maar eens kijken thuis. Ja. Jullie hebben allemaal leuke vragen, zeg. Ja. Hoe lang bestaat eigenlijk Nederlands? Nederlands bestaat vanaf ongeveer, dat was dan het vroege Nederlands, 400-500 na Christus. Daarvoor heet het Germaans, dan kun je het eigenlijk niet. Als je dan inscripties in stenen ziet, denk je, nou dat is echt een andere taal. Maar het oudste Nederlandse gedichtje, dat gaat bijvoorbeeld als volgt. Waarschijnlijk kunnen jullie dat volgen, dat begrijpen. Olla vogela hebben nestan, hinase hikandathu. Dat is het oudste Nederlands. Olla vogela hebben nestan, hinase hikandathu. En dat betekent, dat is een liefdesliedje, alle vogeltjes hebben een nestje gebouwd, behalve jij en ik. Of behalve ik en jij staat daar. Hinase hikandathu. En dat is nog Nederlands. Net zo Nederlands als die balipatas, wat ons vreemd in de oren klinkt. Ja. Hoi, ik ben Carlijn. Kan jij ook morsecode? Nee, ik heb het wel eens geprobeerd te leren, morsecode. Maar omdat het nu niet meer zoveel gebruikt wordt. Ik heb toen wel eens met een vriend dat ik dan die streepjes zette als ik dan geen zin had in een les of zo, ik zat me te vervelen, gingen wij morsebriefjes uitwisselen. Maar dat ben ik kwijt. Dat ben ik nog weer kwijt. Nee. Nee. Hoi, ik ben Fina. En mijn vraag is, hoe zijn al deze talen ontstaan? Ja, daar heb ik net al iets over gezegd, dat het bijna niet te begrijpen is hoe die talen ontstaan zijn. Maar die zijn wel 5.000-6.000 jaar geleden is dat begonnen en dat is langzamerhand uit elkaar gegaan. En ik weet niet of jullie dat in het Nederlands kennen, maar wat voor R zeggen jullie? Zeggen jullie een R voor in de mond, rood, of zeggen jullie een R achter in de mond, rood? Nou, als in Nederland heb je die variatie. Als dat verder uit elkaar gaat, krijg je verschillende woorden en gaat het steeds verder uit elkaar. Maar dat duurt wel 10.000 jaar. We hebben nog tijd voor twee vragen. Nu. Hallo, ik ben Sjoel. En hoeveel verschillende talen zijn er eigenlijk over de hele wereld? Dat stond op een van die slides tussen de 6.000 en 9.000 ongeveer. Okay. Dankjewel. Hallo, ik ben Kevin. Als u zei dat je onderzoek doet met taal, dan heb je ook opgevallen dat kinderen die heel goed in rekenen zijn, minder goed in taal zijn. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan een hersenwetenschapper. Ik ken ook mensen die heel goed in rekenen zijn en heel goed in taal. Toevallig ben ik vooral goed in taal en niet in rekenen. Maar ik ken mensen die in beide wel goed zijn, dat kan wel. Ja. En hoe dat komt, ja, dat weet men eigenlijk niet zo goed. Nou, wat een hartstikke goede vraag allemaal. Bedankt voor jullie goede vragen. En ik snap dat er nog mensen zijn die nog steeds vragen hebben nu. Als je nog een vraag hebt en die je graag beantwoord wil hebben, dan kan jij je vraag sturen naar de Kinderuniversiteit. Het mailadres vind je op onze website. Dat kan altijd. Nou, professor Jan Renkema, hartelijk bedankt voor het college. Het was ontzettend interessant. Vonden jullie dat ook? Ja, goed zo. Dank je wel. Heel hartelijk applaus. Dank je wel. Oh, dank je. De mooie bloemen. Dank je, dank je. En ook bedankt voor jullie aandacht allemaal. Dadelijk als jullie naar buiten lopen, ontvangen jullie allemaal een certificaat. Als bewijs dat jullie hier geweest zijn. En die kunnen jullie meenemen en aan iedereen laten zien dat jullie het college gevolgd hebben. Het volgende college staat weer gepland op 12 februari. Dat duurt nog eventjes. Maar we hopen jullie daar allemaal weer te zien. Bedankt voor jullie komst. Dag allemaal.